Uh, je bent expert op het gebied van low-code. Um, laten we daar maar eens gaan beginnen. Mm. Wat is low-code en um, hoe zou je dat uitleggen aan iemand die je tegenkomt op een bushalte die er nog nooit van heeft gehoord? Um, ja, dat is best wel uh, lastig. Ja. Um, maar ik denk als je kijkt naar, er wordt heel, heel stoer gedaan over softwareontwikkeling en, en, en um, hoe technisch je moet zijn. Maar als je kijkt naar, naar softwareontwikkeling in de basis zonder low-code, dan schrijf je gewoon een instructieset voor een machine. Dat is eigenlijk wat je doet. Je schrijft gewoon regeltjes hoe, de, hoe een machine zich moet gedragen. En dat is super ambachtelijk. Dat is, uh, je schrijft miljoenen regels code en dan ben je verbaasd dat het niet werkt. Nou, het is eigenlijk heel logisch dat het niet werkt, want je kan geen miljoenen regels code schrijven zonder uh, fouten. Ja. En die ambacht zit er al, al jaren in. We vervangen wel programmeertalen, maar het is gewoon ambachtelijk. Als je kijkt naar, als je vergelijkt met andere industrieën, want dat doe ik vaak, want dan zie je eigenlijk dat het low code helemaal niet zo bijzonder is. Um, dat ambachtelijke, dat vergelijk ik soms met de automobielindustrie van, ja. de, van rond 1900. Want we deden toen, dan maakten we je auto met de hand. We klopten die, die, die spatborden, dat deden we ongeveer. We hadden ovale gaatjes nodig om alles een beetje recht aan elkaar te kunnen bouten. Zo maakten we een auto. Mm -hmm. En uh, wat Henry Ford deed, die ging een lopende band introduceren. Maar dat was nog steeds ambachtelijk, want er stonden allemaal mensen langs een lopende band. Dat is een beetje het organiseren van werk. Um, dat zou je nu kunnen vergelijken met scrum. Hè? Want we bouwen ook nog steeds met de hand. Maar we gaan het werk organiseren om, om, om slimmer te werken. Mm -hmm. Maar de essentie is nog steeds dat met de hand die code schrijven. Ja. Um, maar na voort hè, gingen we over naar uh, automobielfabrieken. En daar had je echt hè, een auto wordt een, een digitale bouwtekening van gemaakt. En die digitale bouwtekening die kan je zelfs al testen. Hè? Want we maken die digitale bouwtekening, kan je op een muur crashen om te zien of die auto sterk genoeg is. En als die digitale bouwtekening helemaal goed is. Dan gaan de robots die bouwtekening lezen en die maken er een auto van. Nou, dat, noem je, uh, dat noem je in die industrie je cad -com, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Maar het Computer Aided Design zit een model achter. En, en modelgedreven softwareontwikkeling was eigenlijk de voorloper van low-code. Low-code is het woordje wat een beetje gehyped is. Wij zijn voor die tijd al begonnen. Mm -hmm. Maar feitelijk, alle echte high-tech industrieën werken met modellen. En als wij een wolkenkrabber bouwen... Gaan we geen steentje stapelen, maar dan hebben we een ook een bouwtekening. En die moet uitrekenen of je de aardbevingen, of die dat aankan, of je een ja. storm aankan. Dat wordt allemaal doorgerekend. En als het helemaal oké okay is, dan pas gaan we hem bouwen. Um, en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Maar low-code wordt vaak in één uh, zin gebruikt met code, low-code ja. en no-code. Ja. Dan heb je, want het woord dat eigenlijk ontbreekt is model. Want ze hebben allemaal modellen. Mm -hmm. Want modellen nemen eigenlijk code weg. Je, je maakt een definitie van een model en daarvoor heb je minder code nodig. En als het no-code is, dan heb je dus helemaal geen code meer nodig. Dan ga je alles model gestuurd doen. Vandaag de dag, en misschien is dat de toekomst, maar vandaag de dag leidt dat wel tot wat eenvoudige applicaties. Die kunnen heel behulpzaam zijn. Hè? Het is niet, geen waardeoordeel, maar daar kan je niet een, een bedrijfskritische applicatie mee bouwen. Dus um, wij gebruiken nog steeds wel code om dingen te maken, maar zo min mogelijk. We stoppen eigenlijk de herhalende werkzaamheden in een model. En ja. is, als je moet, je moet in een applicatie, heb je misschien wel weet ik hoeveel filterschermen, dat is allemaal gemodelleerd. Maar je unieke materiaalboefje berekening, die wordt geprogrammeerd. Dus we proberen de het, het, het code zoveel mogelijk terug te dringen. Ja. Maar met de technologie van vandaag de dag zeggen we er is nog wel code nodig. En daar is het woordje low-code aan ontstaan. Dat hebben we overigens niet zelf bedacht. Hè? Dat heeft uh, van mijn voorster bedacht. Ja. Vandaar low-code en no-code. En high-code is dat je alles codeert. Hey, en begrijp ik het goed als ik als ondernemer um, uh, met mijn bedrijf, met mijn core business bezig ben. Ja. En ondertussen moet ik allerlei dingen doen waarvoor ik eigenlijk moet coderen. Daar had ik dan vroeger twintig programmeurs voor in dienst. Die gingen dat dan heel erg goed doen. En met low-code kan ik ervoor zorgen dat die. ...20 terug worden gebracht naar vier goede ja, programmeurs. En veel meer kunnen doen. En veel meer kunnen doen ja. en veel meer tijd. Veel minder tijd. Zeker. Uh, dus je, je, je krijgt minder te maken met coderen. Daarom heet het ook low code. Daarom heet het ook low code. Ja. Maar ik denk als je het in de tijd ziet, is het eigenlijk zo dat, dat misschien in de jaren 80 of 90 ...gingen bedrijven nog een eigen ERP bouwen. Ja. Daarna kwamen natuurlijk de pakketten op. Soms ook gewoon uit een bedrijf ontstaan. Hè? Een uh, ridder is een voorbeeld. Die heeft gewoon een, 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 iets voor zichzelf gebouwd. Die dacht, hé, hey, dat ga ik gewoon vermarkten. Um, maar als je geen low code hebt, vandaag de dag denkt iedereen: joh, ik moet gewoon een pakket hebben. Ja. Ik, de, ik ga niet even nadenken over maatwerk. Want het kost miljoenen, onbeheersbaar, daar begin ik niet eens aan. Ik koop ja. een pakket. Dus, en dat is ook wel waar wij, uh, waar, wij onszelf op de kaart moeten zetten. Je, hoe, je kan nu zelf je eigen bedrijfskritische systeem bouwen. Ook veel breder dan ERP. Het, heel, heel, het kan ook een verzekeraar, een verzekeraar vindt niet dat die ERP heeft, denk ik. Maar dat kan prima met ons platform. Wij vonden het fantastisch, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat dat dus vooral weten en als je op de hoogte wilt blijven, hit the subscribe button voor de volgende keer.